paar maanden geleden zaten we nog en toen hadden we een droom. En nu is die droom werkelijkheid geworden. Bijna werkelijk. We gaan beginnen. Nederland is een nieuwe en vooral unieke schaatsploeg Rijker. In het schitterende en zonovergoten Hof van Saxe in het Drentse Nooit Gedacht zijn Monique Kleinsman, Marije Joling, Carlijn Achtereekte, Natasja Bruintjes, Thijsje Oenema, Anouk van der Weijden en Lisette van der Geest onder leiding van de coaches Renate Groenewold en Peter Kolder aan een nieuw avontuur begonnen. Practice this a thousand times before. I take a breath as I close the door. With a smile I face the morning sun. A new day has just begun. And everything's gonna change today. Het doel van de ploeg is om vrouwelijk schaatstalent naar de top te brengen. Met als sportieve ambitie medailles halen op de Olympische Spelen van 2014 in Sochi. Ik heb er zin aan. De ploeg heeft echter ook een heel nadrukkelijk maatschappelijk en sociaal karakter. De persoonlijke ontwikkeling van de rijdsters naast de baan is minstens zo belangrijk. Zo gaan de rijdsters zich inzetten voor de stichting Pink Ribbon, die zich als maatschappelijk partner aan de ploeg heeft verbonden. Ook wordt er ruimte gecreëerd naast het trainen voor het volgen van cursussen en opleidingen. Dat maakt de ploeg uniek in Nederland. We hebben nog veel te regelen, maar het team staat en dat is het belangrijkste. En het sportieve element is daarin natuurlijk het belangrijkste. En we gaan hier het seizoen beginnen met een trainingskampje in het fantastische Hof van Saxe. Nou, wat me in ieder geval opvalt is dat het team, zeg maar, heel duidelijk kiest voor met elkaar en met een bepaald idee erachter. En daar hebben ze volmondig ja tegen gezegd. En dat merk je op dit moment in alles. En dat spreekt me enorm aan. En daarnaast zitten er gewoon een aantal ruwe diamanten in het team die volgens mij veel harder kunnen dan ze tot nu toe hebben gedaan. En dat vind ik wel een uitdaging. Een hoofdsponsor is er nog niet. Wel al verschillende partners. Een prachtige partner is rijwielspecialist Egbert Egberts uit Borger, die samen met fietsenmerk Specialized het team gaat voorzien van fietsen en fietsmaterialen. De eerste fiets werd door hen, symbolisch, op de perspresentatie overhandigd aan de dames. Het Hof van Saxe heeft het mogelijk gemaakt dat er de hele week in een prachtige accommodatie overnacht kon worden tijdens het trainingskamp. Van Canon zijn er videocamera's ontvangen waarmee de trainingen gefilmd kunnen worden en er leuke eigen filmpjes gemaakt kunnen worden door de ploeg. De persbijeenkomst stond het teken van de officiële start van Team Groenewold, onder welke naam de ploeg voorlopig zich zal presenteren. En natuurlijk moest dit ook allemaal vastgelegd worden door de fotografen en journalisten. Het avontuur is begonnen. Op naar Sochi 2014.